natuurlijk weer in het spel. Nou, dat zal ze duur betalen. Op zondag 28 mei vond in Asten de kunstmarkt plaats in het kader van Asten klinkt als een klok. Mede door het mooie weer was de publieke belangstelling erg groot. Harry, vandaag de kunstmarkt als afsluiting van Hans Asten klinkt als een klok. Ja. Terug bezocht volgens mij. Nou, we hebben een prachtig weer dus en daar nodig mensen terug uit om hier te komen. En je ziet het wel, terrasjes zitten vol, er is muziek. Dus mensen vermaken zich wel. Ja, maar wat is er zo al te doen vandaag? Nou, we hebben altijd, zoals elk jaar, we hebben een kunstmarkt. Een kunstmarkt gelardeerd met straattheater en daar rondomheen muziek. Ja. En dan in het burgemeester Ploegmakerspark, rond het fontein, rond het water. Nou, schitterend. Ik denk dat de locatie dit keer wel fijn, want die bomen die zijn wel nodig met die 30 graden hier. Ja, als je nou pal in de zon zit, dan word je gekookt. Hè? En dan valt er zo in de schaduw, valt het wel mee. Ja. We hebben even een rondje gedaan. Toch best ook veel lokale kunstenaars die jullie hebben weten te strikken. Ja, veel mensen die komen toch elk jaar terug. Zijn vaak van lokale oorsprong of hier uit de regio. En ja, ze maken die kunst natuurlijk niet voor zichzelf. Ze willen het graag laten zien en liever nog verkopen. Heb je zelf een favoriet van wat hier zoal te doen is vandaag? Nou, mijn favoriet is straattheater en muziek. Ja? Daar zit ik meer als op de kunst. Maar ja, je moet van alles wat hebben. En het kan niet alles zijn. Nee. Maar je hebt ook genoeg mensen die die kunst heel leuk vinden. Als je dan kijkt naar het hele weekend, wat vind jij dan? Is dan jouw hoogtepunt? Is dat toch vandaag? Ik vind de hoogtepunt, ja, ik vind de kunstmarkt en de sfeer. Hier in de burgemeester Ploegmakerspark, dat vind ik wel favoriet, ja. Dus als het aan jou ligt, is er volgend jaar gewoon weer een kunstmarkt? Ja, en dan in ieder geval een kunstmarkt of een evenement in het park. En dat mag iets anders zijn, maar dat park dat moet erbij blijven, vind ik. Jos van de Peelse School, we zijn hier in Asten op de kunstmarkt. En daar staan jullie ook met een enorme hoeveelheid kunst. Ja, mooi hè? Ja. Ja, wij zijn ook een behoorlijk trots op, moet ik zeggen. En aangezien wij heel veel cursisten hebben, hebben we natuurlijk ook heel veel verschillende soorten schilderijen. Ja, wat kun je even uitleggen wat jullie precies doen? Wat wij doen vanaf het begin is eigenlijk proberen om mensen hun eigen stijl te laten ontwikkelen. Dus niet allemaal wegmannetjes maken, want dat zou heel vervelend worden. Maar iedereen heeft zijn eigen handschrift en dat is wat we proberen zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dus wat we doen is mensen begeleiden en af en toe schop onder de kont geven in die hoek. Van, oh, ben je dit aan het doen? Nou, kijk eens zus of zo. Of probeer het op die manier of op die manier. Meer, zou je dan zeggen, ondersteunen aan in technieken leren, maar eigenlijk niet zeg maar een bepaalde stijl opduwen? Hun eigen stijl. Geen stijl opduwen, geen stijl induwen in de hoek, maar wel begeleiden. Kijk, wij hebben natuurlijk veel meer gezien dan de cursisten. We hebben natuurlijk een achtergrond vanuit academisch of weet ik veel. Dus je hebt een heel andere kijk die mensen nog niet hebben. En die probeer je ze bij te brengen en daarin zichzelf te ontwikkelen. Dat is een beetje het idee. Sarah, jij gaat het van je vader overnemen. En vandaag dus al hier. Ja, daar wordt het een nieuwe baan dus eigenlijk. Nou, niet helemaal. Ik werk al 13 jaar samen met papa in de school. Ik heb de maandag en de dinsdagavond. Dus ik doe het al 13 jaar en ik doe er dan één ochtend bij. Ik neem één ochtend over van Jos. En daarmee doe je ze eigenlijk allemaal? Of ga je het samen met iemand anders doen? Met Suzanne Relou. Die doet dan die doet nog 3 cursussen erbij. Dus in totaal hebben we het een beetje verdeeld. En hebben jullie dan allemaal je eigen specialisme of hoe moet ik dat zien? Waarschijnlijk wel een beetje eigen nadruk, dat wel. Maar we proberen, zoals Jos ook al zei, mensen wel echt hun eigen ontwikkeling door te laten maken. En meestal lukt dat ook wel. Ja. Ja. En jullie cursisten, komen die nou allemaal uit Asten? Of? Nee, van Asten, Bakel, Gemert, Nijl, die kant op ook. Dus... Ja, we echt kunnen zeggen, de Peelse, dat klopt dus ook wel. School, ja, Peelse school, ja. Klopt wel, ja. En schilder je zelf ook actief zelf nog? Ja. Ja, dus ik heb die drie cursusdagen en de rest is vrij jong voor mij. En wat is dan jouw stijl? Mijn stijl is moeilijk te zeggen, maar ik maak wel veel portretten. Ja, dat is wel altijd moeilijk te omschrijven. Je kunt het beter zien. Sjaak, een hele hoop lampjes. Dat ziet eruit als ontzettend veel werk. Nou, dat is het ook. Ja, ja. Kijk, je begint met één lampje en dan zie je de mensen geïnteresseerd zijn. Dan denk ik, ga nog een paar lampjes maken. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Uit de hand gelopen hobby? Dus eigenlijk een beetje dwangmatig lampjes maken. Ja, want, ja. Kun je uitleggen wat het precies is? Ja, het is van glas opgebouwd. Je hebt eerst een basis. En dan worden er allerlei kleurtjes opgeplakt. Ja, want het zijn eigenlijk vlakken van glas. En daarop plak je die lijm je dan de kleur ofzo? Ja, ja. Snij je allemaal stukjes glas. En dan ga je een beetje denken van, ja... Die kleurtjes wil ik erop plakken, dus het is mijn eigen creativiteit. Ja. Ik vind ze heel mooi,
En dan hoop je de andere mensen die ook leuk vinden. Ja, nou, het is einde van de middag. Hoe zijn de reacties? Nou, de mensen zijn allemaal heel positief. En gelukkig nemen ze allemaal kaartjes mee. Dus ik hoop dat ik nog wel reacties krijg. Ja, maar is het voor binnen of voor buiten? Nou, ze zijn hoofdzakelijk voor binnen, maar je kunt ze natuurlijk ook buiten hangen. Maar dat ligt natuurlijk. Je moet ze niet op de regenkant hangen, want er staat geen garantie op. Ja, we zijn hier in Asten op de kunstmarkt. En ik moet zeggen, ik was toch wel geïntegreerd door dat bord wat achter u staat. Sieraden van fietsbanden, dat moeten we even uitleggen. Ja, wij maken sieraden van fietsband. Wel van de binnenband, niet van de buitenband. Het materiaal is heel soepel en heel licht om te gebruiken. Zijn het dan gebruikte fietsbanden of nieuwe? Gebruikte fietsbanden, dus wij doen aan recyclen. Precies. Ja, dat... Kunnen we even uitleggen hoe dat dan gaat? Nou, meestal halen we de fietsbanden bij de fietsmaker. Die is erg blij met ons. En dan gaan we ze aan het wassen, aan het schoonmaken, aan het knippen, aan het rijgen. En ook maken we soms nog dat we ze gaan verven. Ja, wat hij om heeft is denk ik ook een fietsband, toch? Het is ook een fietsband, maar die is gewoon zwart. Ja. En we hebben ze ook in een kleurtje. Dus daardoor krijgen we ook wat andere kleuren, sieraden. En het mooie van dat bord is dat heel vaak een echtpaar voorbij komt lopen. En dat de man dan zegt van fietsband. En dat de vrouw denkt, oh, het zijn sieraden. Ja. Dus dat triggert wel. Manon van Oho, ja, we zijn hier bij jullie prachtige stand met allerlei mooie kleurrijke dingen. Wat doen jullie hier zoal vandaag? Wij willen vooral laten zien wat we allemaal doen op de Lindenstraat. En dus een beetje... Vertel maar, wat doen jullie dan allemaal? We maken dingen van papier mache en we maken kaarten, schilderijen, van alles. Ja, ze zijn daar ook aan het werken. We willen gewoon een beetje laten zien wat wij de hele dag doen eigenlijk. Dus, ja. Met hoeveel cliënten zitten er bij jullie? We hebben nu 5 mensen mee die hier nou ook bij aanwezig zijn. Maar op de Lindenstraat zitten totaal 15 mensen per dag. Ries, we staan hier op de kunstmarkt en jij staat hier onder een bos met goochelspullen. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik ben gevraagd of ik hier een middagje wou komen goochelen op de kunstmarkt. En daar heb ik natuurlijk ja op gezegd, want dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja, lukt het een beetje om mensen voor de gek te houden? Ja, het wil aardig lukken, ja. Mensen die dan gefrustreerd weglopen en dan niks van snappen. Of mensen die dan denken dat ze het weten en dan een beetje zo weglopen van, ik weet het. Maar dan weten ze het eigenlijk nog verder. Nee, precies dat, ja. Hoe ben jij ooit begonnen aan goochelen? Ik vond goochelen eigenlijk altijd wel leuk. Altijd Hans Klok op televisie gekeken en zo. Alleen, ik heb een bruiloft. Kwam als een clown en die deed allemaal goocheltrucjes. En daar heb ik toen een kaartje van gekregen. En ik heb nooit niks mee gedaan. Sinds een paar jaar terug. Toen ben ik naar zo'n winkel gegaan. Ik heb wat gekocht en toen, daaruit is het eigenlijk ontstaan. En het zal heel wat oefening in zitten, denk ik, of niet? Ja, je moet wel oefenen, ja. Voordat je iets kunt, ja. Je moet wel de behendigheid hebben en het geduld om het te leren. Is dat het moeilijkste ook? Niet echt. Het moeilijkste is de mensen zorgen dat mensen het leuk vinden. Je kunt wel een trucje doen, maar je moet wel een verhaal bij hebben. En zorgen dat mensen geboeid blijven aan wat jij doet. Dus. Ja, eigenlijk is het gewoon zo'n afleiden, toch? Je doet iets en het is dat probeer je mensen op iets anders spoor te zetten. Ja, ik weet het niet. Misschien. Je hebt er geen verstand van. Ik schroef maar wat. Nee, ik mag niks zeggen, hè. Is dat het geheim van de goochelaar? Ja, wie weet.